Op dinsdag 25 november 1952 werd ik 8 jaar oud. Na die verjaardag was, niet alleen door mijzelf, maar ook door mijn ouders, reikhalzend uitgezien. Mijn grootvader gaf zijn kleinzoons, die naar hem vernoemd waren, op hun 8e verjaardag een groot cadeau. Bij ons waren de verwachtingen hoog gespannen. De zoon van mijn vaders broer Maarten, 2 weken ouder dan ik, die ook naar mijn grootvader was vernoemd, hij was dus Maarten van Maarten van Maarten, had onlangs op zijn 8e verjaardag een nieuwe fiets gekregen. Zo'n groot cadeau zou er stellig op mijn verjaardag niet uitgereikt worden, want ik was slechts Maarten van Pauw van Maarten, maar niettemin zou mij een wonder ten deel vallen. Eind van de middag, ik was net uit school thuisgekomen, kwam mijn grootvader met zijn cadeau aanzetten. Aan de alsmaar naderbij komende zeer krachtige tikken van zijn wandelstok op de trottoirtegels kon je horen dat hij zich erop verheugde andermaal een naar hem vernoemde kleinzoon gul te bedelen. Hij droeg een groot pak en overhandigde mij dat in de woonkamer. Plechtig verwijderde ik het papier. Wat mij op mijn 8e verjaardag ten deel was gevallen, bleek een vorstelijke Meccano-doos te zijn. Weliswaar geen nieuwe fiets, maar toch iets ongehoords. Mijn grootvader verwijderde zich weer, want er was op dat moment niemand bij de hand om mee te dammen. Mij leek toen het grote ogenblik gekomen om de Meccano-doos verder uit te pakken en ermee aan de slag te gaan. Toen ik aanstalten maakte om hem te openen, riep mijn moeder: "Wat doe je nou? Ik ga hem openmaken, ik wil ermee spelen." "Ben je helemaal betoeterd geworden? Zo'n duur cadeau, blijf af!" Maar ik heb hem toch van opa gekregen, ik wil ermee spelen." "Geen sprake van, afblijven. Zo'n duur cadeau en daar wou je zomaar met je tengels aan zitten. Niks hoor, ik zet hem weg." Ze pakte de Meccano-doos op en plaatste hem achter lakens en sloop in het dressoir. Toen mijn vader thuis kwam, werd de doos weer tevoorschijn gehaald en wederom vol verbazing aanschouwd. Zeker, het was geen nieuwe fiets, maar toch wat een cadeau. "Opa, het hart is maar goed op je," zei mijn vader. "Maar ik mag er niet mee spelen," zei ik verongelijkt. "Nee, natuurlijk niet," zei mijn vader. "Daar heeft je moeder groot gelijk in, zo'n duur cadeau. Het zou gekkenwerk zijn als je daar met je poten aan zou zitten. Er kan zomaar een schroefje of moertje of ander onderdeeltje wegraken. Niks hoor, je moeder bergt hem weer netjes op." "Zo is het," zei mijn moeder en weg ging de Meccano-doos.